Voor de herfstvakantie heeft de minister van Onderwijs, Ben Weitz, beslist dat de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar een mondmasker moeten dragen in de klas. Maar het mondmasker mag af als er goede ventilatie is, dus genoeg frisse lucht, als jullie afstand kunnen houden en als er ook een CO2-meter staat in de klas. Ik ga naar een klas waar zo'n CO2-meter staat en voilà, de deur die staat ook al open. Kom, we gaan eens meteen over naar de vocabulaire die daar staat. Een CO2-apparaat is een apparaat dat eigenlijk de luchtkwaliteit in de klas meet hoe goed of hoe slecht die is. Het maximum is eigenlijk 900. Vanaf dan is eigenlijk de luchtkwaliteit heel slecht en moeten we de ramen openzetten en meer verluchten. En er staat ook een alarm geïnstalleerd, zodat wij ook meteen signaal krijgen van nu moet je actie ondernemen. In deze klas is er genoeg frisse lucht, maar niet iedereen laat zijn mondmasker in de rugzak. Ik voel me veiliger met mijn mondmasker aan, want ik wil geen corona. En ik heb al eens een test moeten laten doen en dat is echt niet leuk. Dus daarom haal ik mijn mondmasker op. Ik heb geen mondmasker op omdat de kans dat ik nu nog corona krijg heel klein is, maar dat ik dat nog maar heb gehad. En omdat het ook heel om de tand zit. Wanneer je je verplaatst in de klas, moet je wel een mondmasker dragen. Wij moeten een mondmasker dragen wanneer wij iets willen gaan halen of iets in de vuilbak willen gooien. Of naar het toilet willen gaan, naar de speelplaats willen gaan of terug willen komen van de speelplaats. Super tof dat je onze video hebt bekeken. Je weet wat je nu te doen staat, hè? Liken en abonneren om niets van Karwei te missen. Ah ja, check zeker deze video's.